Goedemorgen jongens en meiden, nieuwe dag vanuit Landal Marina Resort. Ik kom echt net 3 minuten uit mijn bed, maar ik wou even laten zien, zo met de zonsopkomst, hoe prachtig dit is. De vogeltjes op de achtergrond en de buurvrouw die komt ook al het huisje uit, even kijken hoe het eruit ziet. In ieder geval, wij gaan er weer een hele mooie dag van maken. Hopelijk hebben jullie heel veel zin in. En dan gaan wij nu lekker ontbijten. We gaan een broodje afpakken. Dus we moeten even kijken hoe de magnetron werkt. En dan gaan we lekker ontbijten. En dan gaan we kijken hoe de dag zich voort gaat zetten. Dus in ieder geval, hopelijk hebben jullie zin in. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. En dan zeg ik, laten we weer lekker beginnen met de dag. Wij zijn weer helemaal opgefrist, haartje gedaan, tanden gepoest. Sommigen hebben gedoucht. Ik had toevallig gisteravond gedoucht, dus dat heb ik vanochtend niet meer hoeven te doen. Maar we hebben in ieder geval heerlijk ontbeten en we staan nu hier zo bij de receptie. En we gaan zo kijken of wij fiets kunnen huren. En dan gaan wij een stukje fietsen vandaag. Dus ik ben heel erg benieuwd waar we heen kunnen fietsen. Het blijkt wel een mooi parkje in de buurt te zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar we gaan er in ieder geval een leuke dag van maken. Wij hebben de fietsen opgehaald. We staan hier zo samen met z'n allen te wachten. Ik ga voortaan door het leven als de nieuwe Fernando Alonso. Van de mensen die een beetje F1 volgen. Dus ik ga met fiets nummer 14. Dus ik ben nu officieel lid van Alpine geworden. En wij gaan nu een stukje fietsen door het natuurgebied. Maar ik weet niet hoe we gaan fietsen. Mijn oom heeft wel een vaste navigatie. En daar, die gaan we gewoon volgen. Ik weet niet of ik echt kan filmen. Want natuurlijk, je krijgt een boete als je gaat filmen. Maar we zien vanzelf. Als ik het wil filmen, dan doe ik dat natuurlijk. Maar hoeveel, geen idee. In ieder geval, wij gaan lekker een stukje fietsen. En hopelijk gaat de zon nog een beetje schijnen. Want dan... ja, is het iets mooier weer, want nu is het nog een beetje bewolkt. Maar als het gewoon al een prima temperatuur is, vind ik het ook goed. Op de fiets, in je huppie is het iets. Wie rijdt er een rondje mee? Op de fiets, want dan doe je toch iets. Het is gezelliger met z'n twee. Op de fiets, even denken aan niets. Wie springt er bij me achterop? Als ik mijn fiets bel, bel, nou dan weet je het wel. Dat ik voorlopig nog niet stof. We hebben even een tussenstop genomen na het fietsen. We zijn al 15 kilometer aan het fietsen, dus het is even tijd voor een tussenstop. We gaan zo even heerlijk hier lunchen en dan gaan we dadelijk weer fietsen. In ieder geval, ik heb heel veel trek en we gaan nu even wachten op het eten en laat ik zo wel zien wat we hebben gekregen. We hebben allemaal ons eigen eten gekregen. Ik heb hier een pannenkoek spek met een ijsthee. De vriend van mijn zus heeft een Limburgse pannenkoek, dus hij houdt zich echt aan de Limburgse traditie waar we zijn. En had een thee. Mijn zus heeft een broodje kroket met een ijsthee ook. Mijn vader heeft hetzelfde als mijn zus, de kroket, alleen die had een cappuccino. En mijn oom had een pannenkoek met appel en een koffie. Mijn moeder een kaas en spekpannenkoek met een koffie. En mijn tante heeft een pannenkoek met hamkaas. Wij gaan in ieder geval lekker eten en het zal vast goed komen. We hebben heerlijk gegeten. De pannenkoek was echt heerlijk. Dus daar ben ik echt blij mee dat ik die heb gegeten. We staan nu hier zo, even kijken. Ja, hier zo was het restaurant. En er zat blijkbaar een sluis aan vast. Dus die pakken we ook gelijk even mee. Kijk, hier zo loopt een sluis. Dan heb je hier zo een soort brug waar je nog overheen kan lopen. Dus eigenlijk zaten we net gewoon aan de andere kant. Zaten we gewoon bij een... ja, rivier / meer. En nu hebben we hier zo dus eigenlijk de andere kant van, van de rivier, dus ook de sluis. We hebben hier zo hebben we een, eigenlijk een soort bouw van hoe de sluis heb gemaakt. Dat kan je hier zien. Ik maak hier wel even een foto van, dus dan laat ik hem nu ook even hier een beeld zien. Dan kun je iets beter zien hoe het eruit zag. En dan gaan we zo weer denk ik verder fietsen. Net heeft een beetje geregend, kunnen jullie ook zien. Maar we waren toch binnen, want we moesten even naar de wc.
Dus we hebben eigenlijk net de regen even gemist. Dus daar ben ik blij mee. Als het maar niet weer gaat regenen wat nu gaat gebeuren. Maar hopelijk is het niet al te lang en dat de zon gewoon weer gaat schijnen. Misschien nog iets leuks om te vertellen, was ik blijkbaar vergeten te zeggen. Zie ik eigenlijk nu ook pas. Hier zo staat dat tussen 1971 en 2001 hier zo gewoon bijna meer dan 22.500 schepen doorheen hebben gevaren. Dus eigenlijk best wel leuk om te zien. En nu gaat het heel hard regenen. En dat is niet echt fijn. Maar we gaan even een foto maken. Hier zo aan de overkant een leuke selfie. Dus die gaan we even maken hier zo in de regen. Nou, welkom in het platteland. Vandaag weer een nieuwe vlog met de koeien. Nee, we staan hier nu met koeien hier zo op de achtergrond. Ze zijn ze eten aan het geven, gewoon gas hoor. En ik krijg ook visite hier zo achter me. Hoi. Kijk, gaan we even terug. Kan ik jou aaien? Dan kan ik pas wel aaien. Nee, dan niet. Maar in ieder geval, wij waren voor plan om een foto te maken, gewoon met weiland. En opeens kwamen ze allemaal naar ons toe, dus ja, het zijn echt kudde dieren, gewoon de koeien. In ieder geval wat ik er zei, van een foto maken naar het hele, naar een heel boerderij vol met koeien. Eigenlijk achter ons hier zo weer. Dat is wel leuk op zich. Toch de koeien ook weer meegemaakt. Jongens en meiden, we zijn bijna terug bij het park. We zijn allemaal kapot. Mijn tante en moeder fietsen echt heel ver achter mij. En mijn oom en mijn vader ook. Die lopen nog verder achter. We zijn gewoon echt klaar voor vandaag. We waren nog 8 kilometer gaan fietsen naar de Jumbo waar we gisteren ook waren. Om boodschap te doen. Maar we merkten gewoon dat het eigenlijk te ver was. Mijn zus en haar vriend waren al thuis gebleven, want die hadden geen zin meer. Uiteindelijk snap ik het wel. Wel jammer dat ze niet mee zijn gegaan. We fietsen hier nog even langs de Maas. Ik heb alles heb ik bijgehouden hoeveel kilometer we hebben gefietst vandaag. Dus dadelijk als we bij het huis zijn, stop ik hem. En vertel ik wel hoeveel kilometer het uiteindelijk is geworden. Maar in ieder geval, wij gaan de laatste paar meters rijden. En dan zijn we eindelijk thuis. En dan kan ik eindelijk wat drinken, want ik heb er heel veel dorst. Wij hebben de fietsen weer teruggezet. Wij gaan de sleutel nu even terugbrengen. Uiteindelijk hebben wij 35,54 kilometer gefietst. Dat staat gelijk aan 2 uur 58 minuten en 42 seconden, als ik het nog goed weet. Hier laat ik wel het eindresultaat zien. Dan zie je echt een heel groot rondje om het plas heen. En ook een paar keer dezelfde route. Maar dat komt natuurlijk omdat we naar de Jumbo moesten en gingen weer terug. Dus ja, dat eigenlijk. Maar in ieder geval, wij gaan de sleutel terugbrengen. En dan gaan we nog even hangen op de bank. En dan gaan we dadelijk lekker eten. Voor mij gaan we vandaag soep eten. En wat we de rest van de dag eigenlijk gaan doen, geen idee. Het is al heel, eigenlijk best laat op de middag. 4:15. En we zijn sinds vanochtend 11 uur aan het fietsen. Natuurlijk ook met pauzes tussendoor. Dus het is een leuk dag geweest. De zon schijnt ook weer. Dus dat is fijn dat we het laatste stuk in de zon hebben kunnen fietsen. Maar ja, de eerste echte dag eigenlijk zit er op vandaag. En ja, de rest van de week gaan we ook zulke leuke activiteiten doen. Maar dat zien jullie vanzelf wel wat we dan gaan doen. In ieder geval, wij gaan de sleutels terugbrengen. En dan zie ik wel wat vanavond nog de planning is. Jongens en meiden, dit was de dag alweer eigenlijk voor vandaag. Ja, we hebben eigenlijk een spelletje gedaan. Ik heb even voetbal teruggekeken. Want mijn favoriete Eredivisieclub had gespeeld vanavond. Dus die heb ik even samen met mijn vader eigenlijk teruggekeken. Dat was Ajax tegen RKC Waalwijk. En nu is het tijd om even lekker te gaan douchen. Dus die ga ik aanzetten. Het is af en toe nog een beetje kijken hoe die werkt. Maar hij gaat er in ieder geval aan. Dan zet ik ook even de Bluetooth speaker aan hier zo, die ik mee heb genomen. En dan wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het kijken bij deze vlog. Hopelijk vond ik deze fietstoer leuk. En dan ga ik morgen weer filmen. Morgen staat er wel regen en onweer op de planning. Dus ja, ik weet niet precies wat we morgen gaan doen. Maar dat wist ik vandaag natuurlijk ook niet. En dat is uiteindelijk ook goed gekomen.
Maar in ieder geval, ik check jullie morgen weer bij een nieuwe vakantievlog. En dan zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laters.